Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De hoofdpunten vandaag. President Santokki prijst investeringsmogelijkheden in Suriname aan tijdens business diner in Dubai. Regering probeert import Omicron variant zo lang mogelijk uit te stellen. Eenvoudige bamboeconstructie en mangrove aanplant effectief als levende dijk. Districtscommissaris Winter wil glorietijden coronie doen herleven. En grote COVID-19 vaccinatiedekking nog steeds van belang. Ik nodig jullie allemaal uit om mijn prachtig land Suriname te bezoeken en met eigen ogen de investeringsmogelijkheden te zien, een bedrijf op te zetten en samen te werken met lokale ondernemers. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokki op zondag 28 november 2021 tijdens een business diner in Dubai. Het Surinaamse staatshoofd gelooft in een sterke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten en is ervan overtuigd dat beide naties waardevolle partners kunnen zijn. Composed
of committed leaders and dedicated professionals will overcome these challenges, and we are convinced that we will provide you with the best of a business promotion climate soon. I invite you all to visit my beautiful country, Suriname, and to see for yourself the opportunities to invest in, to set up business, and to partner with local entrepreneurs. De regering probeert de import van Omicron-variant van het COVID-19-virus in Suriname zo lang mogelijk uit te stellen. Om de risico zo minimaal mogelijk te houden, zijn de COVID-19-maatregelen op advies van het Outbreak Management Team en deskundigen aangepast. Dit geldt ook voor het inreisbeleid. Tijdens de COVID-19-persconferentie op zondag 28 november 2021 zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid het volgende. Sinds afgelopen donderdag dat er een nieuwe variant is opgedoken in de wereld van het COVID-19-virus. En is voor het eerst vastgesteld, althans gerapporteerd door Zuid-Afrika aan de WHO. En van daaruit zijn er een aantal ontwikkelingen geweest tot heden. De WHO is in een spoedzitting bijeengekomen met de technische experts en deskundigen. En die hebben dus de lidlanden ook geïnformeerd met betrekking tot de ontwikkelingen van het variant. De naam is Omicron en officieel zijn er een aantal mutaties vastgesteld die met name te zien zijn bij de spike proteins, de eiwitten. En aan de hand van de komende periode, de ontwikkelingen die de WHO verwacht te zien in met name de besmettelijkheid, het ziekteverloop, maar ook de complicaties en andere zaken, ook het effect van vaccins op Omicron, zullen er nadere instructies, nadere richtlijnen worden vastgesteld voor lidlanden. Als gevolg van het opduiken van dit variant, hebben een aantal landen in de wereld gelijk maatregelen getroffen, met name op het gebied van het reizen. En zijn er met name ook travel bans, dus komen vanuit verschillende landen, met name Europa, de Verenigde Staten, die zijn op het gebied van het inreizen vanuit met name Zuid-Afrika. Het zijn landen die gewoon normaal vliegverkeer hebben met Zuid-Afrika, heel scherp gekomen en hebben dat allemaal stopgezet. Suriname zit in de positie dat wij geen directe vliegverbinding hebben met Zuid-Afrika, maar wel met landen waar er gevallen zijn vastgesteld als import vanuit Zuid-Afrika. Ik praat hier bijvoorbeeld over Nederland en Amerika, waar inmiddels reeds gevallen bevestigd zijn. De situatie is wel zo dat alle bevestigde gevallen op dit moment in Nederland in isolatie zitten. Dus dat zijn geïdentificeerde personen die in isolatie zitten. En feitelijk is de conclusie dat we op dit moment nog heel weinig informatie hebben over de eigenschappen van het variant. En de ontwikkelingen de komende periode zullen dus bepalend zijn voor de WHO en daar aansluitend voor de landen welke maatregelen genomen moeten worden om de transmissie, dus de besmetting met het variant, in te dammen. Suriname heeft natuurlijk als gevolg hiervan het Outbreak Management Team en de deskundigen ook geconsulteerd en gevraagd om advies. En ik mag aangeven dat in principe het inreisbeleid vanuit Europa, met name vanuit Nederland, waar Suriname rechtstreeks contact mee heeft, al ruim voordat Omicron is vastgesteld, donderdag, al ter discussie was bij het OMT. De relatief goedkope en eenvoudige bamboeconstructies in combinatie met de mangroveaanplant blijken zeer effectief voor de bescherming van onze kust. Het gaat om twee projecten die worden uitgevoerd onder coördinatie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De financiering geschiet door Amazon Cooperation Treaty Organization. Wij spraken hydroloog professor Siunat Naipaal
en ROM-minister Silvano Tsong-Ahin. We hebben twee projecten. Het ene project is eigenlijk het project waarbij we de mangroven aanplanten van ons in het kader van climate change, klimaatverandering. Het ene project is dus om de mangroven aanplanten en die kwelders die professor Naipaal maakt bij weg naar zee, om over een afstand van 2 kilometer om die te rehabiliteren, want die zijn aangetast. Dus over het afstand van 2 kilometer wordt de mangroven aanplant gerehabiliteerd. De aanplant van mangroven begint. We hebben te maken hier met de zwarte mangroven, de parwa. En die groeit op een hogere hoogte. Gebieden die eens in de, zeg maar, tijdens springtijd onder water lopen. En dus dat moet in feite groeien. Soms neemt wat tijd mee. Maar wanneer je soms een bepaalde tijd van het jaar hoge golven hebt, dan stuwt u ook heel veel. En dan binnen korte tijd kan je een oppervlakte krijgen dat hoger ligt dan gemiddelde hoogwater. En daarop kan je al planten. Laten we het gewoon uitleggen wat het precies inhoudt. Je hebt aan de ene kant dat we de mangrovenbossen gaan rehabiliteren. En dan staat het bos daar. Je kunt je afvragen, oké, het bos staat daar. En de eerste reden waarom we het bos willen gaan rehabiliteren is om de kustzone te beschermen tegen de sea level rise, dus de stijging van het zeeniveau. En dus de kust te beschermen. En natuurlijk die enorme erosie die we hebben aan de kust, die kunnen we beschermen met het aanplanten van mangroven en de technologie die is ontwikkeld door professor Naipaal. In dit geval hebben we te maken met een levende dijk, als je zo mag uitdrukken, waar wij te maken hebben met heel veel diensten en goederen. Het mangroven-ecosysteem is een van de rijkste ecosystemen van de wereld. Zorgt ervoor dat niet alleen je vissen hebt, dat je niet alleen schoon water hebt, dat je niet alleen maar land hebt, maar zorgt er ook heel veel voor dat je carbon vastgelegd, CO2 wordt vastgelegd. Vooral in de bodem. En dat is dus wat je nodig hebt op dit ogenblik om klimaat te mitigeren. En Suriname kan heel veel hierin bijdragen. Een dijk daar tegenover is een dood lichaam, staat op één plaats en doet maar één werk. En dat is de bescherming. Terwijl dit biedt bescherming en geeft je livelihood. We praten over sociale ontwikkeling, we praten over financiële ontwikkeling, we praten over milieuontwikkeling, we praten over heel veel andere zaken die de ander niet geeft. Dus vandaar dat we heel veel moeten investeren hierin. Een aantal mensen die daar wonen, wij willen met dit tweede project wordt bewezen dat het ook mogelijk is dat mensen, de gewone bevolking, ook dat bos kan inzetten om geld te verdienen. Om werk te creëren, werkgelegenheid te creëren. En daar gaat het tweede project om. Beide projecten samen zijn ongeveer $300.000 beschikbaar gesteld door ACTO en ik dacht nog 2 andere organisaties. En we willen zoveel mogelijk deze middelen de gewone bevolking laten toekomen. De universiteit is gestart in 2015 met de aanpak. En het verschil is er niet. Dus we hebben wel door de tijd heen heel veel geleerd hoe je beter kan doen, hoe je beter kan aanpakken. Maar het concept is hetzelfde gebleven. We proberen houten doorlaatbare dammen te maken. En daarmee proberen we enerzijds de golven te bedaren en wat sediment op te vangen. En met de tijd heen hebben we gezien dat dit resultaat oplevert. En we hebben geprobeerd dit aan te houden. Dus dit project is een vervolg van wat we in feite aan het doen zijn. Coroni staat ook wel bekend als het kokosdistrict van Suriname. In haar glorietijden werd dit deel van Suriname ook wel het district van melk en honing genoemd. Districtscommissaris Michael Winter wil zich samen met de Coroniaanse gemeenschap inspannen om de goede tijden te doen herleven. De burgervader wil graag alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Mick Wibondru luidt zijn oproep. Na het decentralisatieproces, ik zal niet zeggen dat het tot 100% loopt. Maar zeg maar voor 75% wil ik van weer kleuren en het loopt wel. De afgelopen tijden moesten we een paar x-aantal projecten op papier zetten en opsturen richting kabinet-president. En dat hebben we intussen ook gedaan. Maar ik vind dat we wachten ook dat de gemeenschap ook de economische projecten vooruit
onder Dinsen Revi. Laatst was de minister van Economische Zaken in Coroni. En we hebben daar breedvoerig over gesproken. En er komt een vervolggesprek waar ook wij de ondernemers zullen uitnodigen om ook hun zegje te doen, om ook met hun projecten te komen, zodat personeel van rekening Coroni kan halen profijt eruit. Onze Tornespark willen we echt maar een make-over geven, want bij elke kleine regenval, daar is toch eigen park is Sungo. We hebben steeds voor gezorgd dat het beschermd wordt, maar dat is niet de oplossing. We willen gaan naar een structurele oplossing. We hebben ook een van de grootste projecten in mijn ogen, trainingen voor de mensen van het commissariaat. Die hebben we ook ondergebracht voor trainings, maar Tunes Morrow, dat Morrow-voedkader kan die naar district, zodat wij onze dingen zelf kunnen doen. Je hoeft niet speciaal afhankelijk te zijn van Paramaribo om projecten uit te voeren, dus dat we zelf onze dingen kunnen doen. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd de afgelopen tijd dat ik DC ben, met sowieso de landbouwers, kleine landbouwers. We hebben ook gesproken met de imkers. We hebben ook gesproken met eigenlijk met alle actoren hebben we gesproken. Maar net als wat ik u zeg, we hebben ook laatst bij de komst van de president, dat was 2 weken geleden, ook gesproken waar bepaalde ondernemers zijn misnoegen konden uiten, ook vragen konden stellen hoe of wat. En daardoor was de volgende week daarop, was de minister van Economische Zaken in Coroni en er komen vervolggesprekken, zodat elke kleine ondernemer, zoals ik vind dat ik denk, Onimang, de man zei ook al krontenolie, dat ook toe, want pato moet de man pres dat de man kan vinden om te ondersteunen. Want gelooft u mij, bepaalde dingen lopen traag als men via de bank bepaalde zaken moet regelen. Maar als men een pot is daar bij Economische Zaken waar men eruit kan putten, daar willen we als Coroniaan graag gebruik van maken. Er wordt nu al in coöperatieve verband gewerkt, maar in kleine mate. Maar we willen zeg maar alle Coronianen erop wijzen dat de ook in coöperatieverband dat bepaalde dingen sneller bereikbaar is voor jou als kleine ondernemer. Zonder eenheid, gelooft u mij, gaan we onze doel niet kunnen bereiken. Dat na one of the biggest in een district zijn, wees je dat jong, lek koronman, soms hij de zoek. Maar te ajuro door dat demon vindt de konawang, dan denk je dat we ze wel bijeen hebben. Maar ik wil niet dat we moeten splitsen. En maar moet die ongeacht je politieke kleur, kom ik ook bouw aan die strik op, omdat per slot van rekening het gaat om Coroni. Nou, wie zijn niet, naar alle man of alle Coroni zijn niet, het maakt niet uit waar je nu op dit ogenblik bent. De man zijn die naar Holland, de man zijn naar foto, maar begin de man altijd dat je of je toe de konawan, kom ik ook doen aan die Coroni, omdat Coroni, naar de meeste man had je ik kom wat tebeeren en dan wil je altijd iets goeds van je district zien. Hoewel de bereidwilligheid tot vaccineren langzaamaan toeneemt, is de vaccinatiegraad in Suriname nog aan de lage kant. Dit is vooral te merken aan het feit dat niet gevaccineerden het grootste deel vormen van personen die vanwege infectie met het COVID-19-virus opgenomen moeten worden. Op u als samenleving wordt een dringend beroep gedaan zich middels een prikje te beschermen tegen de gevolgen van COVID-19 op uw gezondheid. Het is ook van belang voor een beter beschermingseffect in de samenleving. Indien u twijfelt, kunt u voor informatie nog altijd terecht bij uw huisarts, de vaccinatielocaties of anderen die de stap reeds hebben genomen. Dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst. Goedenavond.